De eerste kandidaat die wij hier mogen verwelkomen op het podium, dat is Ambre. Ze is 18 jaar, ze komt uit Kerkrade en ze volgt momenteel de opleiding Media en Vormgeving in Sittert. Haar hobby's zijn dan ook schetsen en ontwerpen en hoopt hier later haar een vak van kunnen te maken. Ambre. Ze studeert aan het Eikenhagen College en ze zit in haar examenjaar. Na haar examen wenst zij een vervolgstudie te doen op het gebied van travel en hospitality. En daarnaast heeft ze een grote hobby en dat is voetballen. Ze komt uit Hoensbroek.
Zij is in het dagelijkse leven een agent in opleiding, dus ik zal maar opletten s'nachts. En ze wens via deze weg haar sponsors, vrienden en familie te bedanken voor de steun. Daarnaast wens ze de organisatie te bedanken voor het bieden van deze kans en alle hulp die ze hebben gegeven om haar hierin bij te staan. Haar vrije uren die besteedt ze graag aan sport en het lezen van een goed boek. Rilana. Als kassier. En haar hobby's dat zijn turnen, skiën en snowboarden. Quinty.
Amsterdam en daarnaast heeft ze een bijbaantje in de Mibra in Heerlen. En verder dus in haar vrije tijd trommel bij een drumband in Woensbroek. En ten eerste kwam ze graag een goed boek. En Lena. Leerkracht bij Kim Dante, ik hoop dat ik het juist uitspreek.
En ze wordt een inspiratie te zijn voor kinderen. En naast het werken met kinderen doet ze in haar vrije tijd graag aan dansen. Michelle. Verder zijn haar hobby's uitgaan en leuke dingen doen met vrienden. Bedanken om haar vanavond te laten stralen straks in die mooie finale jurk. Haar hobby's, ja, dat zijn boeken natuurlijk. En verder kijkt ze ook graag naar films en leest ze graag boeken. Paulina. Laura Herman.